Hi, Dieke hier van Dieke Stempelrijk. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je op een eenvoudige manier een ATC kunt maken met behulp van een stempellineaal. En ik heb hiervoor gebruikt die schattige stempeltjes van Cats on Apple Trees die in mijn adventkalender zaten. Nou, hoe ga ik daarmee aan de slag? Ik leg nu deze kaartjes nog even opzij. En ik begin gewoon met het eerste ATC'tje. Dan is het leuk om te kijken welke ik vandaag zou willen gebruiken. En ik denk dat ik eens ga voor deze. Ja, het is een soort, wat is het? Een soort zeeleeuw of zo. Nou, die zeeleeuw die kan gewoon op elke willekeurige plek. Dus ik beïnkt deze met zwarte archival inkt. En ik druk hem dan vervolgens af op het ATC'tje. Nou, dat doe ik een aantal keer, want ik vind het wel leuk om ze op een beetje een ijsberg neer te zetten. Nou, nog eentje erbij, dat kan nog wel. Zo. Nou, ik heb hier ook altijd dekendoekjes bij de hand om ze even schoon te maken. Goed, nou dan vind ik het wel leuk om die zeeleeuwen ook iets van een kerstmutsje of zo op te geven. Nou, als ik dat wil doen, dan komt die stempellineaal dus aan de orde. Ik heb als stempellineaal gewoon een, ja dit is een soort plastic plaatje wat uit een fotolijstje vandaan komt. En dit was oorspronkelijk ook wel een stempellineaal, die heb ik heel lang geleden gekocht. Maar ook hiervoor zou je een hoek van een fotolijstje kunnen gebruiken. Nou, wat je doet, je legt het glasplaatje of het plexiglasplaatje in de hoek van die stempellineaal. Dan kies je dus wat je graag wilt gebruiken. Nou, ik denk dat ik hier even ga voor het gewei. Nou, dat gewei dat vind ik wel leuk met rood. Ik heb hier rode archival inkt. Ik beïnkt het gewijtje met rood. Dan hou ik het lineaaltje vrij stevig vast. En druk ik het af. Hier in de hoek van dat plexiglasplaatje. Nou, dan pak ik dat plaatje op. En dan komt mijn ATC erbij. Dan ga ik met dat plexiglasplaatje net zo lang schuiven totdat ik hem heb waar ik hem hebben wil. Leg ik die haak weer terug in de hoek. En dan beïnkt ik opnieuw die stempel, want er zit natuurlijk niet meer helemaal vol met inkt. Dan haal ik het plexiglasplaatje eraf en laat ik die stempel weer langs dat lineaaltje glijden hier in die hoek. Nou, en dan zit die precies op de goede plek. Nou, nu lijkt het me wel leuk om nog zo'n zeeleeuw een gewijtje te geven. En zo, dus dan herhaal ik het proces. Stempellineaal leg ik weer in de hoek. Dit laat ik even liggen, dan kan ik mijn stempel weer beïnkten. Zo. Ik haal het plexiglasplaatje weer weg. En dan doe ik het gewijtje weer langs die lineaal laten glijden. Ja, en hij zit goed. Dan heb je dus twee zeeleeuwen met een gewei. Nou, zal ik dit stempeltje even een beetje schoonmaken alvast. En dan neem ik voor die andere de kerstmuts. Dat is ook leuk. Oh. Nou, ik maak er ondertussen lekker een rommeltje van hier zo. Nou, het was misschien ook niet zo heel handig om ze allemaal naast elkaar te zetten. Nou goed. Die mutsjes die maak ik lekker in het kerstgroen. Dan worden het lekkere, echte kerstkleuren. Nou, mijn plexiglasplaatje neem ik ook even af. Nou, vaak haal ik daar dan ook gewoon nog een stukje keukenrol overheen. Anders dan blijft die te nat.
Dan doe ik weer hetzelfde mee als daarnet. Ik leg het plaatje weer in die haak van die liniaal. Ik neem mijn inkt en ik inkt het mutsje van de adventkalender in. Laat ik weer langs die haak glijden zo. En dan neem ik mijn plaatje. Dan ga ik kijken waar die ongeveer zou moeten komen om hem passend te krijgen. Zodat die zeeleeuw hem past inderdaad. Ja, dan haal ik het plaatje weg. En druk die kerstmuts af. Zo. En dat doe ik dan nog één keer, want ik heb nog één zeeleeuw over. Ik kan nu dit afdrukje gewoon laten zitten, omdat ik hetzelfde stempeltje gebruik. Dus ik leg hem weer op dezelfde plek in die haak. Ik beïnkt mijn stempeltje. En dan plexiglas plaatje eraf. En kerstmuts erop. Nou kijk, nu hebben ze dus allemaal een leuke hoofdbedekking. Nou, nu is het kaartje natuurlijk nog wel een beetje saai. Dus daar ga ik gewoon ook nog even wat aan doen. Die zeeleeuwen die wil ik graag neerzetten op een ijsschots of ijsberg of zo. Nou, dat kun je gewoon met een zwart fijnlijnetje doen. Dus ik teken dit er eigenlijk gewoon zo bij. Dan geef ik deze een wat hoger bergje. Die mag ook wel wat van het papier aflopen, dat is niet erg. Zet ik mijn gelpen er hier tussendoor een beetje mee stopte. Nou, die ijsberg laat ik achter die andere verdwijnen. En deze kan zo. Nou, kijk. En dan kan je nog zeggen van, nou, doe hier nog een klein ijsbergje naast. Nou, misschien hier ook nog eentje. Om het een winterse aanblik te geven. Nou vind ik hem hier nog wel een beetje kaal. En dan is het eigenlijk wel leuk om iets te doen met kerststerretjes of iets dergelijks. Nou, die heb ik ook nog wel liggen. Niet van dit merk, maar wel van een ander merk. Dus dat gaat ook. Die pak ik er even bij. Kijk, dit stempelsetje heb ik dan nog. Hier zitten allerlei kerststerretjes en zo bij. Nou, dan wil ik dat niet te donker hebben. Dus wat ik doe, is een wat lichtere kleur pakken, maar geen zwart. Ik pak in dit geval een sky blue. Past er wel mooi bij. Zo. Nou, het ziet er leuk uit. En als ik dan, want hier zit gewoon nog wel wat inkt op, dan kun je dat ook gewoon nog een tweede keer afdrukken. En dan krijg je ook wel sterretjes, maar dan gewoon wat lichter van kleur. Dus dan krijg je een, wat meer een overgang daarin. Nu stempel ik de grote ster niet helemaal, maar alleen die kleintjes. En dan doe ik ook weer nog voor een tweede keer afstempelen. Oh, ik zie dat die hier, je pakt hier hem half. Nou, kijken of ik dat nog een beetje weg kan krijgen op de een of andere manier. Ja, zo is het alweer opgelost. Nou. Wil ik hem nog één keer iets lichter hebben in het midden? Nou, daarvoor kan ik ook gewoon zeggen van, nou weet je wat ik doe? Deze stempel ik één keer over een plakpapiertje. Nou, dan kan ik hem hier nog een keertje afdrukken. Dan heb je een lucht met verschillende kleuren. Nou, hier mag ook nog wel iets bij, vind ik. Dit nog een keer hetzelfde. Eén keer afdrukken en dan hier nog een keer de lichte variant. Nou, zo heb je toch ook een soort sterrenhemel erbij. En is het kaartje ook gewoon een stukje minder saai. Nou, wat ik dan vervolgens doe, is dat ik het altijd wel leuk vind om even met een sponsje langs de randen te gaan. Dus dat doe ik met een sponsje met zwarte inkt.
En zo. Nou, ja, vind ik hem eigenlijk al wel heel leuk zo. Dan heb ik hier kaartjes die ik er achter kan plakken. En dan heb je zo toch een heel schattig kerst-ATC'tje. Ja, wat je nog zou kunnen doen is een klein tekstje nog erop met Merry Christmas. Ik ga eens even kijken of ik iets heb wat daar bij zou kunnen passen. Oké, heb ik hier nog weer een tekstje. Dat tekstje Merry Christmas, die stempel ik met zwart. Dan doe ik weer hetzelfde als daarnet met die stempellineaal. Om te zorgen dat die tekst precies op de goede plek terecht komt. Nou. Alles even een beetje aan de kant. Merry Christmas. Nou, ik vind het wel leuk als dat dan zo onderaan komt te staan. Dan beïnkt ik mijn stempel nog een keer opnieuw. Leg die haak weer, zodat de tekst precies is zoals ik hem hebben wil. Dan haal ik het plexiglas plaatje weg. En dan druk ik hem dus af op die plek. Nou, kijk hoe leuk. Dit ziet er toch gezellig uit zo, hè? Nou, en dan is het alleen nog een kwestie van de kaartjes op elkaar plakken. En dan is die dus af. Dus zo zou je met de stempeltjes van de adventkalender lekker aan de slag kunnen gaan. En zo werkt het dus ook met het gebruik maken van de stempellineaal en de plexiglasplaat. Het in elkaar plakken is voor jullie verder niet zo heel interessant, denk ik. Wat ik wel kan laten zien is wat ik vanmiddag heb gemaakt. Vanmiddag heb ik tagjes gemaakt in plaats van ATC's. Nou, daar zie je dat ik ook gebruik heb gemaakt van diezelfde stempeltjes. En dus ook wat dingen gekleurd heb. Nou, deze zijn allemaal redelijk hetzelfde. Hier heb ik dan nog de kat erbij gezet. En dit zijn dan ook diegene met die leuke kleine beestjes. Dus nou, zo ben je dan weer lekker in de weer. Ik wens jullie veel plezier met het maken van ATC's. Met behulp van de stempellineaal kun je dus afbeeldingjes precies op de juiste plek krijgen. En dan zijn je ATC'tjes waarschijnlijk helemaal naar je zin. Ik zou zeggen, tot het volgende filmpje.